Vandaag, eindelijk echt gamen op een laptop met externe videokaarten van Gigabyte. Welkom bij Hardinfo TV. De belofte is er al jaren, een extern een videokaart aansluiten op je laptop en dan eindelijk goed gamen. Langzaam begint het werkelijkheid te worden en dat hebben we te danken aan een standaard Thunderbolt 3 en daar heeft Gigabyte mooie kastjes voor. Precies, deze RX 580 Gaming Box en de GTX 1070 Gaming Box. Ja. Ze zijn dus aangesloten via Thunderbolt 3, een aansluiting met een doorvoer van 40 gigabit, dus dat maakt het mogelijk om dit ook extern te doen. Ja, en het voordeel van Thunderbolt 3 is dat er eindelijk echt een standaard is. We komen het op meer en meer laptops tegen. Ja, precies. We vonden het als eerste terug op Apple MacBooks, maar nu doet het ook op steeds meer Windows laptops een intrede. Ja. Nou, wat je mag verwachten, hebben we hier mooi grafisch weergegeven. Laptops, standaard, zeker dunne laptops, zit er vandaag mee niks van grafische kracht in. Als je zo'n kastje aansluit, moet je dus echt kunnen gamen. Ja. Deze Lenovo die heeft alleen een Intel HD graphics. Nou ja, prima als je mijnenvegen wil doen op 60 fps, maar Far Cry, dat gaat niet lukken. Ja. Tenzij je dus zo'n kastje aansluit. Ja. Dat is althans de belofte. En vaak was het in eerste instantie nog zo bij de eerste prototypes dat dan ook alleen maar met een externe monitor kan. Dankzij de Thunderbolt 3 standaard kun je dus zelfs ook nog met zo'n kastje wel weer gamen, ook op het scherm van de laptop zelf. Klopt, dat kan je ook doorvoeren over de kabel, maar deze kastjes hebben ook gewoon beeldaansluitingen op de videokaart. Dus je kunt er ook prima meerdere monitoren zelfs op aansluiten. Ja. We hebben twee kastjes getest, allebei van Gigabyte, allebei ongeveer dezelfde prijs, maar toch duidelijke verschillen. Ja, want in de ene zit een GTX 1070, ja, zoals de naam ook al zegt, en in de andere een RX 580. Ja. Verder, ja, de ene heet Aorus en de andere niet. En er zit ook op de ene een mooi Aorus logo en op de andere niet. Ja. In feite zijn het eigenlijk gewoon dezelfde kastjes. Ja, wat opvalt is dat de prijs ook vrijwel hetzelfde is. €664 gemiddeld voor de GTX 1070, €679 gemiddeld voor de RX 580. Iedereen die de prijzen van losse videokaarten een beetje in zijn hoofd heeft zitten, die zal zich afvragen, Met deze prijzen, waarom zou ik in hemelsnaam ooit voor de RX 580 variant kiezen? Nou, er is wel een reden. Namelijk als je een Apple systeem hebt. Een MacBook Pro bijvoorbeeld. Ja. Want macOS heeft tegenwoordig ingebouwde ondersteuning voor externe videokaarten. Maar dat eindelijk. Werkt, eindelijk. Ja. Dat werkt echter alleen met AMD videokaarten. Ja. Dus de Nvidia gaat daar niet werken. Het is sowieso vrij strikt. Er zijn een aantal dingen waar je echt rekening mee moet houden, wil je een externe videokaart op een Apple systeem aansluiten. Ja, het is een beetje typisch. Het werkt of het werkt niet. Ja. Het tweede waar je bijvoorbeeld rekening mee moet houden is dat het niet werkt in bootcamp. Dus als je ook Windows op je Mac draait via die methode, dan kun je geen gebruik maken van je videokaart. Of tenminste, Apple die levert daar geen ondersteuning voor. Ja. Wat ook niet zo heel handig is, is dat je er verder niet heel veel aan kunt instellen. Dus met andere woorden, als jouw applicatie niet de mogelijkheid biedt zelf al om te kiezen op welke GPU die wordt gedraaid, ja, dan kun je dat ook niet meer forceren. Ja, maar goed, vandaar dus dat Gigabyte twee varianten heeft en ze zeggen dus zelf ook de GTX 1070 variant zien we meer voor Windows gebruikers en de RX 580 variant wat meer voor de AMD gebruikers, voor de Apple gebruikers. Hier even hoe het dan uiteindelijk werkt als je hem aansluit. Bij Apple, het wordt gepresenteerd als een tweede scherm. Je hebt eigenlijk niet eens door dat het een tweede videokaart is. Nee, je ziet het dus wel in je instelling. Je ziet ook in de balk bovenaan het scherm zie je een klein icoontje van er is een videokaart aangesloten. Ja. Klik je daarop, dan kun je hem disconnecten overigens. Ja. Maar ja, dat is dus wat je een beetje kan. Ja. In de Windows-wereld heb je wat meer toeters en bellen. Ja, daar verloopt het wel via externe drivers ook. Dus je ziet de Thunderbolt driver, je ziet nog de driver van je videokaart. Via die weg kun je trouwens ook toewijzen aan welke applicatie op welke kaart wil gebruiken. Ja. Als je bijvoorbeeld ook een videokaart al in je laptop hebben. Ja. We hebben het al een paar keer gehad over Thunderbolt 3. Dat is de standaard waar de kastjes gebruik van maken. Dus wil je ze gebruiken, heb je dus een laptop nodig met Thunderbolt 3. Maar de ene Thunderbolt is de andere niet. Nee, dat is eigenlijk wel een beetje verwarrend. Sowieso ook omdat Thunderbolt ook weer over die type C-connector loopt. Ja. Dus nu kun je daaraan wel zien, als er zo'n mooi bliksemschichtje naast zit, of het een Thunderbolt poort is. Ja. Wat je niet kunt zien, is met hoeveel PCI Express lanes die Thunderbolt controller intern is aangesloten. Ja, en daar bestaan twee varianten in, namelijk 2 en 4. Ja, en wat je wil, is een aansluiting die intern ook is aangesloten met 4 lanes. Ja. Die dus van de volledige bandbreedte gebruik kan maken. Ja. Maar dat is dus niet altijd het geval. Dat doen laptopfabrikanten ook niet alleen maar om kosten uit te sparen. Het is ook omdat sowieso het mobiele platform van Intel
heeft nog heel weinig PCI Express lanes beschikbaar. Ja. Dus wil je dan extra functionaliteit inbouwen? Ja, dan kom je al vaak snel voor de keuze te staan waar je die lanes aan gaat uitgeven. Ja, ga ik ze verbinden met de Thunderbolt controller of misschien met een extra, extra netwerkchip of USB 3.1 controller of wat dan ook. Hm. En in veel gevallen maakt het ook niet heel veel uit of je nu 2 of 4 lanes hebt die uiteindelijk, waarmee dat uiteindelijk intern is verbonden. Maar in dit geval, zoals we zo meteen zullen zien, wel dus. Ja. Gelukkig valt het te controleren. En dat kan onder andere met een programma met, ik zou zeggen, een briljante naam. Ja, HW Info. Ja, ja, is een mooi programma. Niks, ja, het is geen familie. Nee, nee. Maar daarin kun je dus inderdaad controleren met hoeveel lanes die controller intern is aangesloten. Dat zie je in dit scherm terug. Ja, hier hebben we dus een laptop gepakt die inderdaad maar intern, waarbij de verbinding intern verloopt via 2 lanes. Ja. Dan zie je dus hier in het overzicht zie je ergens een PCI Express X2 bus staan. Dus met 2 lanes. Ja, duidelijk. Nou, wij hebben de kastjes uitgebreid getest. Zowel op Macs als met Windows laptops. Laten we daar eens eventjes mee beginnen. Dit is wat we gaan bekijken. We hebben 2 laptops gepakt. 2 Dells, waarvan de 1 intern 4 lanes heeft naar de Thunderbolt controller. De ander 2 lanes. Het zijn allebei XPS 13's, maar het is de vorige generatie, de 9360, en de huidige generatie, de 9370. Klopt. En dan, nou, zoals het op Windows dan logisch zou zijn, de snellere van de 2 met het GTX 1070 kastje. En we vergelijken hem dan met een laptop waar een echte GTX 1070 al zit ingebakken. En daar zit hij natuurlijk met 16 PCI Express lanes. En dan is natuurlijk de vraag, welke prestatieverschillen zien we tussen zo'n GTX 1070 ingebouwd en extern? Dat zien we heel mooi terug in deze grafiek. En het blijkt dus dat de prestaties van zo'n extern kastje, dat hangt veel meer samen met hoe je hem precies gebruikt. Ja. Kijk, zo'n HP Omen 17, die presteert ongeveer gelijk of je hem nu op een externe monitor aansluit of dat je hem op de interne monitor gebruikt. Ja. Dat is niet het geval met deze kastjes. Zoals je terugziet, in geel wordt aangegeven de 9370, dus het exemplaar met de 4 lanes. Daar zie je al een klein beetje terugloop in prestaties wanneer je niet de externe monitor gebruikt. Ja, en bij de blauwe, dat is de 9360, de wat ouder, dus met 2 lanes, daar is het prestatieverschil nog wat groter. En dat betekent gewoon omdat als je de interne monitor, het interne scherm van de laptop gebruikt, moet over diezelfde PCI Express bus het brekende beeld weer terug. Ja. En dat moet dus allemaal over die 2 lanes. Dus ja. Ja, dat komt gewoon in de knel. Sowieso kun je dus zeggen van als je dit wil gebruiken, eigenlijk voor de optimale prestaties, het liefst een externe monitor. Ik moet toch sowieso zeggen dat het prestatieverschil tussen een ingebouwde GTX 1070 en een externe toch maar aanzienlijk is. Als we dus bijvoorbeeld kijken hier bovenin Far Cry Primal, 107 fps. Op de HP waar de GTX 1070 in zit, 63 op de Dell met de GTX 1070 extern, dat is geen klein bier. Dat klopt, maar Far Cry Primal is ook wel een beetje een uitschieter. Ja. Je ziet ook in de andere grafieken al dat het prestatieverschil een stuk kleiner is. En kijken we dan naar het gemiddelde, dan zien we dat het gemiddeld ongeveer 20% bedraagt met de 9370. Want dit is een gemiddelde wat we hier zien over alle games die we hebben getest. Ja, alle games in 1080p, medium, high, hebben we even een gemiddelde van gemaakt. Ja. En dat betekent dus de videokaart extern ten opzichte van intern, ja, maar 20%. Dat valt mee. En daar komt natuurlijk bij dat je wel het voordeel houdt van dat zo'n HP Omen of een andere laptop met een GTX 1070, die is natuurlijk wel een heel stuk groter en zwaarder dan die Dell XPS 13 als voorbeeld waarmee we de externe kaart hebben getest. Ja, de grap is zelfs dat de HP Omen die weegt meer dan dit kastje en de XPS bij elkaar. Ja, nou, dat geeft hem aan. Dan nog even de resultaten in combinatie met Apple, waarbij we ook wat meer hebben gekeken naar niet puur gaming, maar ook professionele benchmarks. Hier hebben we gebruik gemaakt van een MacBook Pro 15,4 inch. Dat is een apparaat waar al een AMD GPU in zit, een Radeon Pro 560. Dat is natuurlijk wel echt wel een gradatie minder dan een RX 580. En je zei het eigenlijk al, bij Apple is het een beetje vreemd, want waar je in de Windows-wereld kunt zeggen, ik wil dat deze game of deze applicatie gebruik maakt van de interne of de externe GPU, bepaalt Apple dat met al hun wijsheid gewoon zelf en kun je er niks aan configureren. Nee, je ziet dus ook in de bovenste grafiek waar we Premiere hebben gepakt. Ja. Premiere is een programma waar je dat niet zelf al kunt instellen. Ja, dat je dan dus gewoon te maken kunt krijgen met een situatie waarin het met een kastje niet sneller is dan zonder. Nee. Doordat het dus eigenlijk gewoon de interne videokaart wordt gebruikt en niet het kastje. En we hebben diezelfde test ook nog gedraaid onder Windows op de Dell.
Met die RX580. En daar zien we dat het toevoegen van een losse videokaart wel echt effect heeft. Nou, ook in Windows kun je met Premiere niet instellen welke videokaart je gebruikt. Alleen ja. Windows biedt wel mogelijkheden om dat te forceren. Ja, ja. En dan zien we dat het renderen van een minuut harde info of van een aflevering harde info TV toch eens teruggaat van 1500 seconden naar 651 seconden. Nou, dat is wel de moeite. Blender is een voorbeeld van een applicatie wat gelukkig wel kunt instellen. Ja, en dan zie je dus ook dat de rendertijd duidelijk terugloopt als je en dat hij dus daar duidelijk wel gebruik maakt van het externe kastje. Ja, met een aanzienlijk verschil. Nou, over één ding hebben we het nog niet gehad qua testresultaten en dat is hoe luidruchtig is zo'n kastje op je bureau. Ja, Gigabyte heeft hier een 450 watt SFX voeding ingebouwd. Ja. De desktopkaart op zich die is niet zo luidruchtig, omdat die ook bijvoorbeeld is voorzien van een semi-passieve ventilator. Ja. Dus dat valt nog wel mee. Is wel dus ITX. Idle staat die stil. Ja. Ja. Is wel een ITX kaart overigens, dus verwacht ook weer niet dezelfde koelprestaties van een full-size model. Ja. Het punt alleen wel is dus die SFX voeding die aan de andere kant zit, 450 watt, gekoeld middels 3 hele kleine ventilatortjes. En die laten ook in idle, maar ook onder lood, duidelijk van zich horen. Ja, zo'n 40 decibel. Het is niet verschrikkelijk luidruchtig. Je hoeft er geen oordopjes voor aan te schaffen, maar stil is hij zeker niet. Nee, ja. En ook coil whine, dat hoorden we ook nog wel een beetje terug. Ja. Dus wat dat betreft, het is niet de stilste oplossing. Nee, duidelijk. Hoe dan ook, ik vind het wel een mooie oplossing. Want ja, je zei het juist al treffend. Wil je serieus kunnen gamen op een laptop, dan zit je toch al vaak aan zo'n dikke gamingmachine. Bijvoorbeeld van HP Omen 17 inch. En die is groot en zwaar. Sterker nog, die is even zwaar dan een Dell XPS 13 en zo'n kastje bij elkaar. Die belofte van een dunne werklaptop waar je gewoon overdag gewoon op kunt Word en Excellen. En je komt thuis, je sluit het kastje aan en je kunt serieus gamen. Die belofte wordt dus eindelijk ingelost. Precies. En wat ook handig is aan deze kastjes, is dat ze ook zelf niet al te groot zijn. Dus mocht je eens een keer niet thuis achter het bureau zitten, maar hem een keer willen meenemen, dan is het op zich niet zo'n groot probleem als met een normale desktop-pc. Ja. Uitgebreide geschreven review van beide kastjes met alle benchmarks staat spoedig op de site. En daarmee komen wij aan het eind van deze aflevering van Harte Info TV. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.